mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, zeker een duimpje omhoog. Laat een comment achter beneden in de reactie. Alle sociale media linkjes en je kanaal staan in de beschrijving. Dit is een storytime over mijn relatie met mij en Marcelino. We zijn al een jaar niet meer samen. Maar ik wou er toch nog een video over maken, omdat jullie er heel veel achter vroegen. Op TikTok en zo. En op Instagram soms ook. Waarom dat de relatie met mij en Marcelino gestand is. Dit is geen haat naar Marcelino. Dit is gewoon wat ik meegemaakt heb met hem. En dit is echt geen haat naar Marcelino, mensen. Dus ik was eerst met Bjorn samen. En daar ging het eigenlijk niet goed mee. Want Marcelino was met Bjorn aartsvijanden blijkbaar. Dat wist ik zelfs niet. Natuurlijk heb ik het uiteindelijk met Marcelino aangemaakt. In gesprek geraakt. Een heel leuk gesprek gehad. Toen heeft hij zelfs nog gezegd. Noem mij geen schatje. Terwijl ik dat nog niet gezegd had. Maar maakt niet uit. Dan ging het uit met Bjorn. Ben ik met Marcelino een jaar samen geweest. Zelfs meerdere jaren. Hebben we eigenlijk een hele leuke. Zijn we dus elkaar beginnen leren kennen. Hebben we gechat. We hebben eens afgesproken in het echt. Dat was wel een leuke verrassing om mijn lief in het echt te zien. Marcelino, toen was dat mijn lief, nu niet meer. Hebben we de eerste keer afgesproken. Superleuk. Keiveel cadeautjes gekregen van Marcelino. Want hij had heel veel zelf gemaakt en dat vond ik super lief van hem. Dan waren we 2 jaar samen. Superleuk. En dan waren we daarna ook heel veel leuke dingen aan. Waren we 3 jaar samen. Kwam nog eens op bezoek. Na de eerste bezoek kwam nog eens op bezoek. Toen waren we ongeveer 3 jaar samen. En het was eigenlijk superleuk. Want op zich, ik doe het niet voor de cadeautjes. Marcelino die wou altijd iets geven. Dat is niet erg. Maar, dus hij stuurde altijd een kaartje met mijn verjaardag, met mijn kerstmis, met nieuwjaar, met Valentijn. Eigenlijk altijd een kaartje en dat vond ik super lief van hem. Ik stuurde altijd wel een berichtje naar hem met fijne Valentijn, fijne verjaardag, fijne dit, fijne dat. Ik ben niet zo van de kaartjes sturen, maar ik vond het wel super leuk dat hij altijd mijn verjaardag niet vergat. Hij vergat kerstmis niet, dus dat vond ik wel super leuk. Dan waren we 4 jaar samen, bleven we kaartjes sturen en bleven we chatten met elkaar, bellen met elkaar, live gaan op TikTok, Instagram, weet ik veel. Hè. We hebben zelfs samen een YouTube kanaal gehad, Steve en Marcelino, super leuk dat we dat hadden. Ik zal op mijn eindscherm de eerste vlog van mij en Marcelino online zetten en dan zien we wel. Ik denk dat de video's dat we elkaar voor de tweede keer ontmoet hebben, ja, die video komt op het eindscherm te staan. We waren dan 4 jaar samen, het 5e jaar ging het eigenlijk bergaf. Het deed dingen die niet meer leuk waren, dat ik niet leuk vond achter mijn rug. Ja. Het was eigenlijk de laatste jaren heb ik het besloten omdat hem niet meer, hij was veranderd. Ik kende hem niet meer zoals ik hem vroeger kende. Dus dan heb ik het uitgemaakt en zijn we eigenlijk even nog vrienden geweest. En dan is de vriendschap ook verbroken omdat wij dat allebei niet meer wouden. Dank u wel voor het kijken, tot de volgende keer. Come, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if the colors were like mine.